Het is zo dat ik veel minder deed dan eerst. En eerst was hij echt niet zo plat. We zien elkaar debiel veel deze maand. Ik vind het, echt heel lekker. Kijk, ik heb een nieuwe broek gekocht. Er zijn genoeg vliegen om. Oh. Maar we moeten natuurlijk voor mijn feestprint wel even weten of ze wel echt lekker zijn. Dat gaat echt heel snel. Wat ik nu ga zeggen, moet je heel serieus nemen. Het is echt zo. Want dan zou ik ook likes kunnen kopen of wat dan. Dit is echt het eerst volgens mij in mijn leven dat ik in mijn eentje uit eten ben. Alle poepzakken zijn dus weg, maar ik vind het nog niet echt een mooi balkon. Maar ik lijk nu wel een soort van boerentrien. Er zijn dus allemaal ballonnen in de lucht. Ja. Hello, fabulous me is hier weer. Riep was even weg. En ik zeg, ik moet echt die lijst gaan ophangen. Alleen omdat ik het voor de beelden nodig heb. Maar ook omdat ik het wil. En ik heb steeds geen zin. Maar het hangt best wel perfect. Kijk. Ik heb echt heel bewust voor dit zo gekozen. En ik heb ook alle zwarte bij elkaar gedaan. Maar we kunnen zeg maar, de haakjes hangen nu goed. Dus ik kan in principe ook van die maat een bruine erop hangen. Of zo, wat dan ook. Het is echt heel mooi. En ik vind wel dat je echt... Ja, dat het wel eruit ziet als kwaliteit, zeg maar. Voor twee dagen. Plat? Mijn kont is plat. Ja. Hoe is? Ik zei in mijn vlog ook dat mijn beeld plat is. Ja? En nooit gaat. Hij is rond. Nee, zo kan ik niet zien. Zijkant. Ja, je hebt echt zit vlak. Je zit veel te veel vandaag, ik merk het. Je hebt vandaag de hele dag gezeten. Kom eens. Ja, dit is gewoon een zitvlak. Gewoon recht. Omdat ik niet sport. Ik ga dus voor mijn verjaardagboodschappen doen. Oké, hallo. Ik ga dus nu naar de Maxis. Lekker van onderkin hoogte gefilmd. Want we hebben dus, ik weet niet of ik het net vertelde, ik was even bezig met het platte beeld. Het is echt heel vervelend. Ik sport ook niet heel veel, maar het is niet zo dat ik veel minder deed dan eerst. En eerst was hij echt niet zo plat. Maar goed. Ik ben normaal iemand die echt twee maanden van tevoren verjaardags inkopen gaat doen. En dan ga ik wijn scoren, 6 voor de prijs van 3, mega chill. Maar ik ben er dit jaar gewoon veel minder mee bezig. En het is nu de zondag en volgende week zondag is het. Dus is het nog eventjes. Ook nog even om er uitgerust uit te zien. Zeg maar, vrijdag hebben we koningspelen op school. Dus dat is een dag vol met feest en beweging en zo. Dan heb ik zaterdag nog even vrijdag. Want ik wou dus op zaterdag doen, maar ben ik te moe. En dan is het zondag, zeg maar, dat ik het vier. Dus ik kan die zaterdag nog dingen halen, maar dat vind ik te laat. En ik wilde dus deze zaterdag doen, maar onze auto wordt maandag APK gekeurd. En zaterdag en zondag is hij niet meer geldig, zeg maar. Dus dan kunnen we de auto niet gebruiken. Dus ik ga nu even kijken bij Lidl, Albert Heijn, Xenos misschien leuke bestek dingetjes of wat dan ook. Ik ga altijd helemaal los, vind ik helemaal leuk. Oké, doei. Ik vroeg me al af wanneer er nieuwe Tony's kwam. Ze hebben wit, kokos, ananas. Ik moet het proeven, het is gewoon pina colada, maar ik ga het niet halen, het is te slecht. En ik heb spontaan een zeeman outfit challenge gekocht. En ik ben inkoop aan het doen. Hoe leuk is dit bij mijn Little Lovely dingen. Maar ik mag niet meer kopen. Ik heb net bij de Hema. Normaal is deze bijna 3 euro per stuk. Nu is hij 1,50 zelfs. En de tweede gratis. Dus ik heb 3 euro betaald voor 4 flessen witte wijn. Goedemorgen. Ik wilde jullie wat laten zien. Misschien valt het jullie al wel op. Valt jullie iets op? Ik mag nu nadenken. Mijn haar is donkerder, als het goed is. Ik heb gisteren dat masker gebruikt en ik begon met die van Maria Nila, zeg maar. Ik begon met een beetje van die sands en toen wat donkerder bij. Toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon voor donker. Ik denk dat ik het al 10 minuten heb laten zitten. En nu is het echt weer veel donkerder. Een beetje zoals toen ik uit de kapper kwam. Dus dit is echt topspul, plus mijn haar was heel zacht. Ik wil het even goed laten zien, maar... Dus ik ben blij en nu ga ik naar mijn werk. Dit spul is echt wel half voor het geld ook. Het is een masker. Je haar wordt er gekleurd van. Het is echt wel heel top. Doei! Kijk nou hoe leuk dit blouseje staat. Met mijn donkere haar. Ik zou stil zijn. Het enige punt is... Hierom draag ik het dus niet. Wat ik dit lelijk vind. Thanks. Goedemorgen. Oh, ik moet mijn haar nog los doen. Heel lelijk licht. Goedemorgen. Soms vind ik mezelf er goed uitzien en dan kijk ik in het scherm en denk ik, hè? Huh? En dan denk je, oh nee, toch niet. Heel wit. Wij zijn... Nee, ziet er wel goed uit. Ja, maar niet op een beeldje. Ja, maar in het echt wel. Oké, okay, dat is goed. Wow. Is het altijd mijn vlog? Straks gaat niemand meer mijn vlogs kijken. Oh, nee. Straks gaat iedereen mijn vlogs kijken. We zien elkaar debiel veel deze maand. Ik zeg altijd tegen Rebecca, wij zien nooit onze vrienden en nu zien we elkaar elke week. We gaan naar een event en dit keer is Rebecca niet plus 1, maar ik.
Maar we hebben echt geen idee. Het kan ook echt gewoon heel slecht zijn. Ik weet het niet. Het is een merk van Charles of zo? Ja, zoiets. En we hopen dat het een brunch is, maar misschien was het wel een lunch. Nee, het stond echt brunch. Oh. Ja. Ik zeg tegen Rebecca, weet je zeker dat het lunch of brunch is? Wil je niet lounge? Van lancer. Nee. Ik had hem ook omcirkeld. Nee. Oh, daar gaan we nu heen, midden in de stad. In daarna... een hotel, toch? Oh ja, dat is wel leuk. Ja. En daarna gaan we... Ik ga in ieder geval pashokjes nog afmaken. Voor jou onze outfit zoeken. En mijn intro is alweer veel te lang. Doei! Doei! Ik heb lekker hetzelfde aan als gisteren. Mijn blouseje. Zeg met... Oeh, hier zie je heel erg dat die broek zeg maar heel dun is. Schat maar. Ik ga even plassen, maar we hebben geen idee. We zijn in het hotel, maar waar het is en zo. We hebben net een instructie gekregen over hoe je deze kunt maken. Dragen. Maar we zijn het alweer vergeten. Ja, kijk, deze vinden wij heel leuk. Het is van Carigar. You can wear it in so many different ways. We were like astonished how smart the product actually was. Because we kept finding more and more ways to use it. When I take it out, off. And I put the longest part in the on the top, the shortest part on the bottom. Jouw beeld is zo licht, kijk mij dan. Then of course I have more fabric in my neck, so I have a bigger shawl. We hebben Indiase hapjes en het is vegetarisch, het is echt heel lekker. En we hebben hier net... What's your name? Mijn naam is Nelo. What? Nelo. Nelo? Ja, Nelo. Mooi. Je komt uit Duitsland en hier is Rebecca. Het is heel erg gezellig. Oké, nou, we hebben het event achter de rug. En we zijn nu in de Monkey. Ik heb best wel veel dingen en heel veel broeken, maar ook waarvan ik niet weet of de maat helemaal goed is. Nee, je ziet het niet, er hangt hier van alles. We hebben dus alleen maar die twee Indiase snacks. We gaan nu sushi eten in de trein. Lekker. Kijk, ik heb een nieuwe broek gekocht. Ik zit hem in mijn pashoekjesblog. Ik weet niet, deze top vind ik er niet zo leuk bij. Maar hij is echt prachtig eigenlijk. Hij valt echt perfect. Qua lengte. Precies goed. Ik dacht even dat hij misschien te lang zou zijn. En het zit lekker. Het is dezelfde stof als mijn jumpsuit. Maar ik weet niet goed hoe ik hem moet combineren. Zo staat het niet leuk. Toch? Nee. Oké. Okay. Hi allemaal, het is vandaag zondag. En ik wilde eigenlijk een beetje niksen, maar ik was best wel vroeg wakker. En ik heb video bewerkt en zo. En nu... Oh, geheugenvol. Ik moet even wat verwijderen. Nu zijn we lekker aan het fietsen. Dus daar. En we gaan even naar de Maxis. Ik zei, laat even lekker een stukje gaan fietsen. Hij heeft een OV-fiets, want onze fietsen zijn dus verder stuk. Een beetje boodschappen doen, een beetje in het zonnetje zitten. Nog even voor mijn verjaardag wat dingen kopen. Mega chill. Maar het weer is zo onvoorspelbaar. Ik heb een veel te warme jas aan. Net is het koud, dan is het weer warm. Ik zal een paraplu mee. Maar wel echt heerlijk zo samen. We zitten lekker slaat eten, maar we hadden één vork, dus Ruben heeft hem net gegeten. En nu ben ik. Hallo, ik had even lekker gedoucht. Ik kom er echt net uit. Ik had dus laatst bij de Aldi van die Piccolini's neppen, zeg maar, van Aldi merk gekocht. 9 mozzarella caprese dingen, zeg maar, voor 2 euro. Maar Ruben had laatst honger, dus hij heeft ze opgegeten. Dus toen had ik even de echte gehaald bij Appie, de Piccolini's. Maar die zijn dus ook maar 2 euro, die met mozzarella. En die andere 2,45 of zo. Maar we moeten natuurlijk voor mijn feest begint wel even weten of ze wel echt lekker zijn. Dus ik heb net die met kaas getest en die is erg lekker. Auw. Ja, ik vind die tomaat hierop heel lekker. Die met kaas is wel echt... Gewoon echt cravings. Maar dit is niet ons avondeten. Maar we hadden nog geen zin, we moeten eerst keuken opruimen en dan pas kunnen koken. Terwijl we eigenlijk helemaal niet echt gaan koken, want ik had dit gekocht. Lekker anders vegetarische Turkse pizza. En dan voor Ruben... Oh, hier zitten er 3 in. Maar ze zijn dus uit de vriezer nu al 2 dagen. Want het past niet in de vriezer, maar ze mochten 2 dagen uit de vriezer. Oftewel, moet het nu eten. Maar het zijn er dus 3. Even daar sla bij maken en dan gaan we dat als avondeten eten. En ik vlog trouwens nu best weinig, maar dat komt omdat ik zo achterloop met mijn beelden. Omdat ik steeds zoveel heb. Dat ik nu iets minder probeer te vloggen als het niet echt belangrijk is. Want dan loop ik niet meer zo heel erg achter. Ciao. Mijn highlighter zit nog steeds ondanks de douche. Bobbi Brown mascara en brow gel zijn heel goed. Zelfs na het douchen zit het er nog helemaal op. Kijk, dit is mijn. Hij is best wel fel oranje. Ziet er heel lekker uit. Ik doe er ijsbergsla op. En dan deze saus. En dit is dan iets van Ru. En die van mij. Zie je, die van mij is wat feller of zo. Van mij is er ook nep gehakt door of iets. Ik weet niet wat het is. Het ziet er wel lekker uit. Het ruikt heel lekker. Hi. Ik wou dus even nog zeggen. Kijk, dit is mijn mascara. Met 2 keer... Ja, ik had het heel koud. Ik heb 2 keer gedoucht. En het heeft gemiezerd. We hebben gefietst. Dus je ziet de rest van mijn make-up zit echt niet meer goed. En dat nog wel. En ik ga het nu eens even afhalen met deze. Ik heb wel echt een goede waterproof make-up remover nodig. Dus deze is heel fijn.
Ik heb bijvoorbeeld deze van de Big Bazaar, die is niet goed genoeg. Oh, dit gaat echt heel snel. Ik wou zeggen, je moet het even wel losweken, maar ik doe dit zeg maar nu zonder bewerken. Dus zolang als ik het nu doe, zolang als het echt duurt, kijk, het is weer af. Zie je? Weg. Prachtig. Nou, een real life, maar het is wel echt heel goed. En hele goede producten als je houdt van waterproof. Ik wilde nog even wat met jullie delen. Ik wilde dat de hele tijd doen. Wat ik nu ga zeggen, moet je heel serieus nemen. Het is echt zo. Deze zeep is van de Zeeman. Hij heet dus Romance. En deze ruikt 100% naar een body mist van Victoria's Secret. Gewoon compleet. Het is niet dat ik hem ernaast heb gehouden. Ik denk dat het de Seducent of zo, die donkerroze is. Zelfs Ruben zei het. Hij zei, wow, dit doet me denken aan jouw geurtje. En ik heb die al lang niet opgespoten, dus ik weet niet precies welke het is. Maar deze ruikt naar Victoria's Secret. Het kost 79 cent. En ook na het wassen ruik je het nog. Enige ding, mijn handen worden er wel best droog van. Maar go get this. Echt heel chill. Het ziet er ook nog best wel leuk uit. Goedemorgen jongens. Ik ben klaar om naar mijn werk te gaan. Even een vestje nog eroverheen. Ik had even nadenken. Ik had gisteren op Instagram, zei ik best wel vaak, gezet dat bij een foto dat ik weer 1000 likes had gekregen. Heb ik nu 4-5 keer gehad of zo. En ik zette er dus bij dat dat me zo blij maakt. Dat ik eigenlijk stom is dat ik dat zo leuk vind, maar dat het me echt wel blij maakt. En toen zat ik te denken van waarom. Toen dacht ik, dat is bij mij echt... Het gaat mij zeg maar niet om het feit dat anderen zien van, oh, ze heeft 1000 maars of zo. Ze heeft 1000 likes. Of ik wil zoveel mogelijk likes halen. Dat dus niet, want dan zou ik ook likes kunnen kopen of wat dan ook. Maar voor mij is het dus echt het feit dat dus... Nou ja, ik had best wel een korte tijd terug 500 likes of zo. Dus het feit dat mensen dus echt die foto leuk vinden. Dat er echt 1000 mensen zijn die op vind ik leuk klikken. En eigenlijk zit ik nu iets meer... Die ringen? Nou, ging nu iets meer werk stoppen op in mijn Instagram. Is dat gewoon heel erg fijn. Een soort waardering. En ik merk wel dat van die typische outfitfoto's heel leuker worden gevonden. Wat ik soms wel jammer vind. Dat het leuk wordt gevonden dan bijvoorbeeld wat echtere foto's. Maar aan de andere kant, als ik een foto met mijn opa plaats, krijg ik ook heel veel likes. En dat is echt een hele echte foto. En ik ga naar mijn werk. Doei. Ik heb tegenwoordig dus echt iets met denim aan denim. En ergens vind ik het echt niet kunnen. En vind ik het daarom juist zo leuk. Laat even weten wat jullie ervan vinden. Ik ben er echt heel benieuwd naar. En dit, is het omdat ik mijn kleren al te groot koop? Want ik word er zo gek van. Ik moet altijd dit doen. Okay. Hashtag healthy food. Jongens, ik heb het heel spontaans besteld, het spontaanste ever. Ik had heel veel zin in een sushi en Ruben die had bij Jamie. Die heeft net een APK gehad en hij is dus afgekeurd. Dus ze gaan nu meteen kijken wat ze alvast eraan kunnen doen. Maar echt super ballen. Ik dacht, ik wil zo graag sushi van Kyoto. Dus ik ben er met de trein naartoe gegaan. En ik dacht, ik ga gewoon all you can eat doen. Dus ik ga nu all you can eat hier doen. En een video bewerken en zo. En hier heerlijk chill zitten. Want in de prijs krijg je gratis 1 keer sashimi. En een drankje. En ik heb dus sake. En dat ga ik volgens mij voor het eerst in mijn leven proberen. Ik heb net 1 plakje van deze op. En het is zo niet normaal lekker. En dit is echt voor het eerst volgens mij in mijn leven dat ik hem eentje uit eten ben. Ik voel me echt een koningin of zo. Het voelt zo goed. Het is natuurlijk gewoon van mijn eigen verdiende geld. Maar... Het voelt zo niet normaal luxe om zo te eten in je eentje. Dat is echt belachelijk, maar ik vind het een heel fijn gevoel. Het zijn dus van die hele best wel speciale sushi's die ik normaal niet neem, want die zijn echt 10 euro of zo. En nu zit het gewoon in de prijs. Het is echt niet normaal. Het voelt echt als mijn verjaardag. Dit is een soort van homemade lemon iced tea. Het is echt heel zoet, maar zo lekker. Het is echt lemon iced tea. Oké, er is echt niks van werken gekomen, want het is gewoon niet verstaan. Plus mijn batterij gaat mega snel leeg. En ik moet echt stoppen met eten. Dit is het laatste. Goedemorgen. Ik vind het altijd leuk om te laten zien dat een steltang met mijn haar doet. Het is wel verschrikkelijk dat dit mijn haar is. Ik ga het nu stylen, dus dan zien jullie weer eventjes het verschil. Ik vind het wel leuk om te laten zien. En de zon schijnt, maar ik weet echt niet wat ik dan aan moet op mijn werk als het zo warm is. Ik weet niet of het warm wordt. Ik denk het. En dit is dus nog geen 10 minuten later. Het is toch een bizar verschil. Geen pluis bijna. Ik kan nog meer spul erin doen en nog meer zeden, maar ik heb geen tijd. Maar bizar verschil, hè? Ik heb gewoon eindelijk voor mezelf gevonden wat werkt. Echt zo fijn. Verkeer, we hebben weg aan het maken met z'n allen. Dus iedereen maakt een stukje en dan krijgen we uiteindelijk een hele lange dag. En dit is mijn. Hallo, ik ben net terug van mijn werk. Het lijkt dat als ik dat zeg dat ik echt al heel lang terug ben, maar ik claim altijd echt heel snel om. En ik had een AliExpress sieradenvideo. Nu komt er ook een AliExpress video met dit soort dingen. Je ziet al wat het is. Er komen er nog veel meer binnen, dus ik ga er nog niet echt naar kijken.
En ik had weer verjaardagsdingen besteld. Ik dacht dat het allemaal niet meer zou komen. Want ik vind het tegenwoordig zo lang duren voordat ik iets binnenkrijg van Ali. Maar dit zijn denk ik de happy birthday ballonnen. Alleen ik moet dus wel echt helium hebben eigenlijk. Kijk hoe mooi. Dit is van 2,25 was het geloof ik. En het is echt wel een beetje parelmoerachtig. Zien jullie het? Superleuk. Het stinkt echt naar een van de vieze dingen ever. Zo vies dat het niet meer vies is. Zeg maar poep is viezer. Maar dit ruikt een beetje naar varkensstal. Oh, dan moet ik morgen iets weer halen. Dat was het. En nu ga Ruben en ik in de zon zitten. Hoi, hi. Hoi, hi. Hm? Hoi, hi. Hoi, hi. Jij bent hij. Heb je die lampjes weer leuk gehangen? Nee. Ik zeg net tegen Ruben, alle poepzakken zijn dus weg. Maar ik vind het alsnog niet echt een mooi balkon. Ik ga jullie alleen dit laten zien. En dan ga ik kijken of jullie weten wat het is. Leuk. Ik mag er nog niet naar kijken. Oké, ik ben in de zon gezeten, gekookt, dan weer in de zon gezeten en gewacht op dit. Kijk hoe lekker. Het is een beetje improvisatie, maar het is dus met spinazie en ricotta. En oesters wel met uitjes en knoflook, maar ik heb er dus ook nog kaassaus door gedaan. Ik denk dat is heel slecht, maar het viel best wel mee hoeveel calorieën er in die kaassaus zaten. Ik weet ook niet hoe dat kan. En dan topping met nog eens tomatensaus en mozzarella. Echt, oh, lekker. Kijk nou hoe lief. We kwamen net bij mama's in de klas en de kinderen wisten het al. Omdat ik binnenkort jarig ben en dat hadden ze gezien in vriendenboekjes en zo. Daaronder zit een foto van de klas en hebben ze een klok. En hiernaast ligt er nog iemand, ze hadden per ongeluk twee besteld. Dus eentje komt in de klas te hangen en eentje komt in mijn huis te hangen. En hier zit dus een hele foto met z'n allen van mijn allereerste klas. Een klok, echt super lief. Hallo, ik dacht dat ik al even had gevlogd, maar het was allemaal op Instagram. Niet dat het heel boeiend was, maar ik wil even gewoon laten weten dat ik zo gelukkig ben op dit moment. Ik heb weer in mijn eierstoel zitten. En dat wou ik ook nog even in mijn vlog delen. En dat we dus deze heb ik volgens mij nog niet in de vlog gezegd. Net, ik had deze besteld bij Lidl, hij is echt niet mooi. Maar hij is 13 euro. En dat is zo chill, zo'n balkonbar, maar dan gewoon betaalbaar. En ik drink een panaché. Een soort limonade met 1% alcohol. Niet echt bierachtig. En hier lagen de katten heel lief te rollen, maar ze zijn nu net gestopt. En ik heb het doek zo opgerold dat ik net een beetje zon heb. En ik zit al best wel een tijdje. Dus ik even een weekvlog bewerken en nu zit ik weer. Want het was echt heel heet en nu is het iets minder heet. En het is al 24 graden in huis, dat dit pas de eerste echt warme dag is. Dus het gaat zo heet worden. Ik heb echt heel kort dag zoiets chills geregeld. Namelijk een samenwerking met dit bedrijf. En ik mag, ik krijg 3 doosjes van 12 macarons voor op mijn feest. En ik wil ook zelf de smaken mogen doorgeven. En ik mag voor iedereen die komt een doosje meegeven met 2 erin. Als goodie bag. Zo leuk. Dus ik heb net aan iedereen gevraagd wat voor smaken ze lekker vinden. Zonder te zeggen waar het over ging. Mijn Lidl wijn is bezorgd. Hij is dus 50% korting. Kijk, hij ziet er echt goed uit. Niet dat je aan het label kan zien of het mooie wijn is. Maar ik bedoel, dit ziet er echt wel leuk uit. Maar 2 euro. En deze. Rosario, 2 euro. Nou, als dit lekker is, ben ik echt blij. Maar zoals ik al zei, er is erg veel. Kijk, we eten voor het eerst op onze balkontafel. Zo cute. Waarom kopen we er niet nog een bij? Kan ik hier zitten en jij daar? Lekker ver uit elkaar. Kijk, dit is echt wel ons even een nieuw gerecht dat wij nu echt elke week eten. Deze pitabroodjes zijn dus van de Aldi. Deze gaan dus niet uit elkaar. Die zijn verkoren, die breken niet. Echt top tip hoor, want alles gaat stuk. We hebben nu Lidl yoghurtsaus. En weer komkommer tomaat. Feta, heel klein beetje olijfolie. Waarom is het zo nattig? Heb je er saus voor gedaan? Nee, ik heb geen saus voor. Oh, en groenteballetjes. That's it. Het is zo warm. Ik ben net zo onverwachts even naar Moxie's gegaan. Jee, ik heb geen energie als het zo heet is. En dus zonder make-up gegaan. Ik ben wel trots. Maar ik word echt moe. Dit is nu dus alles wat ik inmiddels heb voor mijn feest qua versiering. Maar het is echt eigenlijk een beetje te veel. Jongens, helemaal stuk. In de kamer zitten dus vliegen. Dat wist al heel lang. Dus ik zat wachten tot Ruben uit de douche kwam. Dus ik heb Bobby ingeschakeld. Ik kan niet filmen, want Ruben zit hier naakt. Ik zie er niet uit. En Bobby en ik zitten hier echt op bed. Gewoon samen als een team vliegen te vangen. Dus ik had er eentje doodgeslagen voor Bobby. Oh, nu komt Noah ook. En toen kwam Ruben binnen. Die ziet dus, gaat hij kijken waar de vlieg is door naar Bobby te kijken. En dat slaat hij de vliegen bewusteloos. En dan eet Bobby ze op. En toen is Bobby heel zo onder het bed gekropen toen hij merkte dat er vliegen op waren. En ineens komt hij eruit. Heeft hij daar vliegen van? Hij eet hem op en dan kruipt hij onder het bed. En nu wacht hij tot Ruben een nieuwe vlieg voor hem heeft gevonden. Dat is echt gestoord. Nu is Noah aan het krabben. Maar Noah gaat nooit meer weg. Noah mag niet naar binnen. Noah, ik ga er ook uit. Nee, nee, nee. Er zijn er nog 2. Hier. Hij heeft echt genoeg vliegen op. Oh! Hier, ik heb hem nog. Oh, heb je hem? Ik heb hem nog. Hij is erg. Hij neemt het in zijn hol. Bobby, je bent zo stout.
Waar is hij eigenlijk? Hij is helemaal daar gekomen. Boy, kijk hier. Jeetje, wat zout. Ik zie jou nu je hoofd. Goedemorgen. We hebben vandaag koningsspelen op school. Dat betekent dat we... het is wel een chaotische dag. Eerst ontbijt in de klas, maar echt maar heel kort. Dan gaan we op schoolplein fitlala zingen. En dan moet iedereen naar een groepje. Want alle klassen worden zeg maar helemaal verdeeld onder ouders. En dan gaan we naar het sportveld. Dan hebben we allemaal activiteiten. Plus laatste dag voor de vakantie. Dus daarna op school alles opruimen. Nu heb ik een outfit aan. En ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik zie het dus nu al op beeld. Je lijkt hier echt dik door, hè? Laat even weten. Ik vind dat witte ook niet leuk. Kijk, dit vond ik dus echt leuk staan. Dacht ik. Maar ik lijk nu wel een soort van boerentrien. Oh. Moet je misschien een zwart shirtje bij. Nou, jammer. Ik dacht dat het me dus wel leuk stond. Oké, dit is beter volgens mij. En welkom in mijn leven. Dan ben ik dus helemaal op tijd. Want ik wil lekker op tijd zijn. Dan krijg ik een enorme buikpijnaanval. En zit ik alleen maar op de wc. Too much information misschien. Maar dit shirt is trouwens al te groot. Dat is wel jammer. Ik heb hem weer te groot gekocht. Maar dit is wel lekker denk ik. Aangezien we veel buiten zijn vandaag. Alleen die witte slippers. Nou, kan wel. Oké. Ik ben een beetje een boerinnetje. Het lijkt alsof ik een soort van verkleedfeestje heb. Maar goed, geen tijd meer. Doei, Bobs. We hebben ontbijt in de klas. Hallo, jongens. Ik heb dus op Weekamp 20 jurken besteld gisteren. Ik voel me nu niet echt high energy, dus ik ga er geen apart video van maken. Ik ga nu gewoon echt serieus alles, of in ieder geval een deel, nu hier passen. Het is nu nog licht. Het is avondbezorging heb ik gedaan. Het is bijna 8:30. Het is bloedheet. Het is 27 graden hier. Ik heb hier mijn spiegel. En ik ga gewoon snel alles passen. Net als toen ik laatst zeg maar kleren ging passen. Gewoon in de vlog. Wordt het nou echt een succes? Laat dan even weten of je het ook een keer ooit in een aparte video zou willen zien. Oké, ik ga mijn eerste jurk aan doen. Oké, dit is misschien de heftigste. Ik wou het gewoon proberen. Ik ga je even wat lager zetten. Het is van Vero Moda. Het ziet er niet uit. Dat is dit. Ik zeg gewoon waar het van is. Vero Moda. Zodat je dan op Weekamp zelf ernaar kunt zoeken. Heel leuk, maar ik zou niet weten wanneer je dit zou dragen. Deze is van M&S. Ik hou van dit soort jurk, maar ik vind hem te vormloos. En ik ben echt misvormloos, maar het is wel heel vormloos dit. Dit is van Sisters Point. Best wel heel erg leuk eigenlijk. Ik knoop het dus met zo'n touwtje hier vast. Eigenlijk vind ik hem heel leuk. Echt wel leuk, maar het gaat niet dicht. Raar, want qua maat is hij hier wel goed. Kijk, want verder valt hij gewoon goed. Ja, een beetje strak. Superleuk jurkje. Hij is ook wel kort. Ja, kijk, hij zit echt zo open. Jammer. Deze is van de CNA. Ja, hij is echt totaal niet vloeiend, maar het zit wel heel lekker. En voor iemand die zoveel mogelijk lichaam wil bedekken, is het wel een topjurk. Op zich accentueert hij wel gewoon goed dit en zie je hier echt, lijkt het best wel plat. En je hebt er niet echt billen in ofzo. Ik wil natuurlijk leuke jurkjes, maar ik wil ook comfortabel. Ik heb überhaupt zeg maar jurkjes nodig. Dus dit is wel een optie. Volgens mij is het van Vera Moda. Was die panter ook van Vera Moda? Deze heeft hetzelfde probleem en ik heb hem nu anders geknoopt. Maar ik zou me er niet veilig in voelen. Het gaat heel snel open en ik wil er geen hemdje onder dragen. En ik vind hem ook niet heel leuk staan. Maar ik vind dit soort modellen, zie ik nu wel, zijn wel top voor iemand die er buikissues heeft. Kijk. Mag ik deze? Nee, ik weet niet. Nee, ik vind het qua kleur niet leuk. Bij mezelf dan. Dit is heel leuk volgens mij. En je moet er wel even rekening mee houden in je oordeel dat ik dus niet een strakke jurk wil ofzo. Dus vaak zeggen mensen, het is te groot. Ik wil juist... Oh, deze vind ik heel leuk. Dit is van het merk A-Line Dress. Grappige titel. Ja. Kijk, hij gaat precies over het dikke gild van mijn arm. Hier heeft hij precies dit, waardoor het vetje niet eens zo hoog opvalt. En deze ook niet. Het is wel een heel klein touwtje, maar kijk. Zo als hij niet lukt. Het komt echt wel door het touwtje dat het het leuk maakt. Deze vind ik heel leuk. Maar ik ga altijd op het einde de beelden terugkijken. En hier voel ik me heel fijn in. Hier kan ik heel lekker in bewegen. Deze is van Shift Dress. Ik wou zeggen dat ik echt blij ben dat ik zo goed mijn eigen maten online kan inschatten. Want tot nu toe past alles. Dat scheelt al heel erg in het ongelukkig geworden proces. Ik vind hem zo leuk, maar dit snap ik niet. Het verpest echt de hele jurk. En het is ook een beetje een keukenschort. Nee, ik weet niet of ik hem anders leuk had gevonden. Ik vind hem zonder touwtje misschien nog leuker. Maar dit, ik hoor dit weg te denken. Dan is het toch veel leuker. Ja, jammer. Leuk, jurkjes. Ik had altijd problemen met kleren in de zomer. Maar ik wil ook gewoon jurkjes dragen. Mijn benen zijn nog best oké. Ze zijn nu ongetraind en wit. Maar
Als ik er wat een beetje wat aan doe, dan gaat het prima. Voordat ik verder ga, willen jullie even een duimpje omhoog doen. Dit vind ik dus heel leuk. Dit is zo chill. Dit merk heet ook Beach Wave. Dit is inderdaad perfect voor de beach, maar ook als je s'avonds het eten gaat op vakantie. Hier voel je altijd chill en dit is zo chill, dit soort jurken. Dit is gewoon, hiermee zit je nooit fout. Hij is wel van mijn werk bijvoorbeeld te kort. Dus dat is wel iets, kijk, ik ga het niet de hele tijd zo trekken. Kijk hier achter, oh dat is ook niet mooi. Nee, zoals hij valt is hij heel leuk, maar het is niet iets voor nu eigenlijk in Nederland. Nee, als ik buk, kijk je er net onderdoor. Dus het is net kort. Maar volgens mij heb ik meerdere van dit model. Dus als hij niet heel duur is, kan ik wel eentje nemen. Ik ben lekker bruin al aan het worden. Dit is shift dress. Maar volgens mij had ik net ook shift dress, of niet? Want ik wou zeggen, dat is van Jessica. Dus dat is van Sena. Maar ik had niet goed gekeken. Hier moet ik net veel mijn buik voor inhouden. Ik merk het al, net te strak. Dat zien jullie dan niet. Maar kijk, hij is net te klein. Maar het lijkt ook heel erg op wat ik net had. Ik heb best wel veel van die spijkerjurkjes. Maar wel weer een heel chill stofje. En trouwens, alle jurkjes zijn best wel betaalbaar. Ik denk 15 tot 30 euro of zoiets. De meeste zijn rond 25, 30. Nee. Wie gaat er trouwens jurken passen met 27 graden? Zou jij het doen als het binnenkwam? Oké, nu ga je denken, deze is heel mooi. Ik weet zeker dat jullie dat nu denken. Ik vind hem ook heel mooi. Maar hij trekt zoals hij gestikt is, zeg maar net hier. Net ook hier, ook hier. En ik vind hem zo mooi. Maar ik denk dat dit de Jacqueline de Jong is. Dat hij er niet in een grotere maat is. Nee, dit is gewoon een 42. Kijk hoe mooi. Een mooi jurkje. Het deed heel erg af. Het is een heel mooi stofje. Jammer, want ik vind hem heel erg mooi. Dit is echt een prachtige jurk. Dit is van Clockhouse. Dit is ook van CNA. Maar dat is natuurlijk dat merk is volgens mij voor jeugd. Dus die valt strakker. En dat zie je ook. Daar loopt dit een beetje kort. Maar het is wel heel leuk. Grappig, want ik ging vroeger heel vaak naar de CNA. Maar toen vond ik het een beetje oma-achtig. Maar ze hebben op zich best wel leuke kleren. Kijk, overal trekt hij. Dus dit is gewoon te klein. Maar echt wel een heel leuk jurkje. Echt heel leuk. Dit is ook eyeliners. Dit is ook Zeda. En dit, ik trok het aan en het voelde echt als een tweede huid. Ik heb nog nooit een jurk aan gehad die zo lekker zit. Maar of die ook leuk staat. Ik denk een beetje oma-achtig en een beetje dikmakend. Maar dit zit zo lekker. Dit is het luchtigste jurkje dat ik ooit aan heb gehad. Als het bloed heet is, is dit wel mega chill. Dat is ook belangrijk. Maar het moet wel leuk zijn. Dus ik ga ook even kijken wat jullie zeggen. Tegenwoordig plaats ik mijn weekvlog best wel recent. Wel heerlijk gewoon. No stress dat ik dit aan heb, maar een riempje erbij zou wel leuker zijn. Hij is wel heel groot. Maar het is allemaal heel goedkoop, die van CNA. Dit is CNA Premium en de jurk, het merkje is dan Kanda met een C. En dit is wel een... Die kleur is niet goed op mijn huid, hè? Jammer, ik dacht nog, die vind ik, ga ik heel leuk vinden. Die is een beetje bijzonder, papier. Het is ook weer een tikkeltje kort. Nee, dit wordt hem net. Ik wil het ook echt wel op werk aan kunnen, anders vind ik het zonde. Nee, dit is een heel leuk jurkje, maar echt niet voor mijn huidskleur en zo. Deze is ook van Beach Wave, maar deze valt heel lelijk. Heel anders ook dan die vorige, kijk. Hier zit mijn taille, maar als ik hem strak trek, zit hij zo. Oh, wordt het op je buik te vallen? Oh, nee, ik vind deze niet leuk. Echt een oma jurk. Hij is ook heel zwart dat ik het niet zie. Nou, op zich qua... Voor mijn buikfiguur is het best wel goed aangekomen de band niet hier te hebben, maar hier zie ik nu. Ik vind dat niet leuk. Nee. Het begint trouwens een beetje donker te worden, maar dan ben ik klaar. Deze is ook van CNA. Dit kun je nog pas knopen, maar ik heb het even zo. Ja, het is, ik vind dat gewoon niet zo... Eigenlijk zijn ze wel heel mooi, maar ik vind het dan zo'n... Dit stofje. Je kunt het best wel goed zien nu, omdat het dus donker is en hier heel licht. Oeh, de Voice Kids op de achtergrond is heel vals. Het doet niks of zo voor je. Ik weet dat ik altijd vormloos draag, maar terwijl het wel een mooie jurk is. Kijk, mooi patroontje. Ja, ik vind de stof een beetje stug of zo, maar hij staat eigenlijk wel oké. Okay. Ja, niet zo, ja, niet boeiend. Weer Beach Wave. Hij zit dezelfde als die ene Beach Wave. Weer een hele wijde jurk met zo'n band, maar dan vind ik die ander leuk omdat die... Heel, ik vind eigenlijk zwarte jurk heel stom eens. Het is zo zwart. Waarom vertel je dan zwart? Ja, ik ben wel moeilijk een beetje geen zin meer heb. Dit is de jurk. Maak zelf maar even een mening. Oh, deze is ook van de CNA. Grappig om deze week als eerste in mijn winkelmandje. Dit is wel een warmere, dikkere stof. Niet echt een zomerjurk. Ja, het is gewoon een jurk. Het is niet boeiend of zo. Maar dat hoeft ook niet per se.
Eigenlijk is er nog geen één jurk die echt geweldig is, hè? Of wel? Die blauwe vond ik wel leuk. Dit is de laatste, jongens. Ja, hij is eigenlijk wel mooi. Dit is een blauwe trouwens. Maar niet echt zomers. Oké, ik ben helemaal kapot. Het is zo warm. Het is al 27,5 graden nu. Dit was het. Doei. En nog eentje, ik vergis me. Maar deze had ik dus laatst aan in een pasokshop nog bij de Only. En toen zei iedereen, hij is zo mooi. Ik vind dit niet houden. Ik moet net even mijn buik inhouden. Maar nu was hij dus wel van 40, was hij 30. Dus ik ga hem nog één keer proberen. Waarschijnlijk zeggen jullie dat hij leuk is. Hij is ook leuk. En eigenlijk staat hij ook wel goed. Het is net... Nu heb ik mijn buik... Nu heb ik gewoon mijn buik ontspannen. Maar als ik soms sta, sta ik zo. Nou, hij staat wel mooi. Eigenlijk zit hij best ook... Hij is net... Nou ja, ik ga er even voor nadenken. Hij zit, valt wel echt mooi, vind ik. Nu nog botten en dan... Oké, dit was het echt. Jongens, ik ga helemaal stuk. Ik heb dus een helium tank besteld. Ik moest het doen. En ik moest het even testen, maar ik had even opgezocht. Gewone ballonnen blijven meestal een dag goed. En folieballonnen blijven een week goed. En ik had dus een Hello Kitty folieballon nog liggen. Echt al heel lang. Dus ik dacht, ik ga het testen. Het is sowieso echt geweldig om te doen. Daar staat die hele tank. Het is echt heel makkelijk. En kijk dit. Ik heb gewoon een hele Hello Kitty in de lucht vliegen. Het is echt een hele aparte ervaring om het zelf te doen. Maar ik irriteer me er nu een beetje aan. Want hij beweegt en hij is een beetje creepy. Kijk dan. Er zijn dus allemaal ballonnen in de lucht. En happy birthday. Het wordt echt een chaos. Je kunt hem ook niet even naar beneden doen. Want... Oké, jongens, ik ga de vlog hierbij afsluiten. En volgende week is er weer heel veel leuks. Maar dat zeg ik volgens mij altijd, maar het is echt zo. Ik zie jullie volgende week vlog hopelijk weer. En sowieso in het weekend met een gewone video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!